Holy shit, gek. Dat was een aanbeet. Nou mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag wel lekker vissen op snoekbaars. En ik heb hier een mooi stekkie. Ik heb hier zelf mijn PR gevangen. Snoekbaars. Dus we gaan even kijken of er wat moois uit te halen valt. Ik heb al een half jaar niet gevist of zo. Kijken of het wat is. Nou, tot zo. Nou, worp nummer 1, jongens. Ik zag net al toen ik aankwam lopen bootjes doorheen. Ik hoop niet dat die vissen te bang zijn. Maar als er zo'n lekker chatje voorbij komt, hè. Zo'n sexy dingetje. Kan het al niet meer zijn. Ik heb iets super stoms gedaan. Echt na 4 gooien, gooi ik hem precies om zo'n paaltje heen. Moet je kijken. Daar aan de overkant. Thomas gaat op avontuur. Ik ga proberen te pakken. Nou, ik laat de camera aanstaan. Als ik te water ga, zijn jullie bewijs. Nou jongens. Hoppakee. Klimmen, klimmen, klimmen en klauteren. En dan gaan we hier weer naar beneden. Op goed geluk. Hopen dat ik niet dood ga. Ja, ja. Nog een verdieping te gaan. Ja. Ga naar het spinnenweb heen. Moet je kijken hoe stom die zit. Nou, haal hem even los. Aan de andere kant terug. Helemaal buiten adem, jongens. Wat een oude vent. Ja. Gehaald. Holy shit, gek. Dat was een aanbeet. Dat ging helemaal nergens over. Zo, dat is een mooie snoekbaars, denk ik. Ja, mooie. Mooie vis. Ik schrok me dood. Hengel bijna uit mijn hand getrokken, zo sterk was die man.
Ja, het is 60 centimeter denk ik zelfs. Mooi dingie. Zo, hij is oersterk. Moet je eens kijken dan. Hele mooie vis, jongens. Daar ben ik super blij mee. Ik ben weer wakker, zeg maar. Wat een aanbeet. Zo. Meneertje. We gaan jou eens even mooi netten. Kom to my hair. Lekker. Zo. Nou, hengel neerleggen. Prachtig vis. Nou, hij heeft zichzelf al mooi onthaakt. Sjoe. Dat is fijn. Kijk eens, jongens. Dat is een leuke vis, hè? Denk een centimetertje of 63. Prachtig beest. Mooie tanden erop. Ga hem mooi netjes terugzetten. Kijk. Daar gaat ze. Of hij. Prachtige vis. Lekker. Even rustig, bruh. Kijk eens aan, jongens. Zo onder de top. Oh, je ziet hem niet. Zo onder de top, mooi baars. Mooi, ik begin 30. Leuk visje op zich. Mooi aan het raken. Nou is mijn shit wel helemaal. Oh jeetje, mina. Kijk, zo gaat het. Denk je dat ze dit shitje lekker vonden? Nou, dan moet je kijken. Prachtige vis, dat is echt puntgaaf. Mooi mond. Ga hem mooi terugleggen. Kijk eens, maatje. Tjus. Nou, dit shitje, denk dat ik er een andere op ga doen. Wat heerlijk is dit, die visserij. Nou mensen, ik heb ook een tip voor jullie. Vis altijd met aasjes waar je vertrouwen in hebt. Ook al zegt iemand anders, ja je moet dit aasje gebruiken, werkt echt goed. En jij denkt, nou ik vind helemaal niks. Gewoon met je eigen vissen, die je het lekkerst vindt vissen. En als je denkt van, ah, dit moet werken, gewoon mee vissen. Want als je met vertrouwen vist, ga je echt de meeste vissen vangen. Dan vis je preciezer. Klinkt gek, maar als je geen vertrouwen in aas hebt... Ik vang ze niet. Altijd vertrouwen hebben. Dan komt het goed. Nou, wat voor shitjes zullen we er eens op doen? Deze in ieder geval eraf. Het gaat mooi het bakje in. En... Wat zal ik uit gaan kiezen? Ik kan een beetje een soort gelijke doen. De andere. Wat hebben we hieronder? Dat ziet er wel sexy uit. Oh, die heeft een zwaar koppie. Ik ga voor een iets grotere. Oké, jongens, ik weet het niet. Ik ga eens iets gek doen. Velgroen, 5 grams koppie. Gaan we die banaan. Niet meer treuzelen. Treuzelen vang je geen vissen. Maar het ziet er wel mooi uit hoor.
Godsamme jongens. Ik heb gewoon weer een vis. Gewoon één worp, hè? Wat hebben we nou? Geen idee. Een lief snoepbaarsje. Nou, dit is toch goud. Wat ik net al zei over vertrouwen hebben in je haas, dan ga je ze vangen. Dan pakken we mooi het netje. Let op je top en dit soort plekken. Hap te flap. Zit er weer in. Kijk eens, wat een cutie. Een cutie. Centimeter of 40 of zo. Om even onthaken. Waar zit de haak? Is het een beetje raar volgens mij. Oh, kijk eens aan. Zo. Kijk, toch een prachtig visje weer hoor. De volgende. Precies de worp nadat ik die baars terugleg. En op de drop zowat. Wat? De temperatuur daalt van 23 graden Celsius naar 14 graden Celsius van 8. Hoorden jullie dat? Siri begon over het weer te praten. Nou, een beetje gek. Nou, ga lekker zwemmen, visie. Mazzel. Nou, gewoon lekker doorvissen. Hoppa. Oh, los. Oh, jongens, jongens, jongens. Een mooie beuk op de drop. Ja, vis. Op de drop gewoon, joh. Wat is dit nou? Weer een snoepbaars volgens mij. Ja. Zo, ze staan denk ik echt aan. Holy shit. Zo, die heeft een hoop pit erin. Geweldig. Weer een beetje hetzelfde formaatje. Ik denk dat ik daar ook net een aanbeet van kreeg weer. Misschien niet deze, maar wel zeg maar dit soort. Dit maatje bedoel ik. Wat een dag is het weer. Puntgave exemplaartje. Hé maatje, jij mag groter worden. Wordt mijn PR, dan vang ik je ooit nog een dag. Mazzel. Nou jongens, het is de laatste tijd alleen maar ruk hier in de buurt. Ik denk dat ik de jackpot heb gevonden. Ja, oh mijn god, wat is dit? Ik heb echt de jackpot. Oh man, met mijn neus in de boter val ik. Ik hoef niet eens te vissen, ik laat hem droppen en ik krijg een aanbeet. Ongelooflijk dit. Nou, nog een beetje rond hetzelfde maatje. Deze is fuck. Oh, dat mag ik niet zeggen. Kijk jongens, dit is toch niet te geloven. Het blijft maar doorgaan. Dit is wel een hele boze. Nou, gaan we er nog eentje vangen. Ze lijken allemaal precies onder het randje te liggen. Klein worpje zo. Ja, dat is echt een mooi worpje hoor. Zo, dat was hem weer voor vandaag jongens. Ik heb er echt super van genoten. Het was echt top. Een paar mooie vissen, snel achter elkaar. Harde aanbeten. Vooral die eerste snoepbaars, jongen. Jeetje. Niet normaal. Dat was echt... echt super lekker. Het was gewoon even lekker. Lekker aanslaan, lekker vissen. Heerlijk. Vergeet niet te liken, te abonneren. En ik zie jullie de volgende keer weer. Zin in. Hoi hoi.